Muziekverenigingen Juliana en AMF vieren samen 80-jarig bestaan. Het nieuws uit Apeldoorn en de dorpen. Dit is RTV Apeldoorn Nieuwsflits. De muziekverenigingen Juliana uit Uddel en de Apeldoornse Muziekfederatie zijn beide 80 jaar jong. Dit gemeenschappelijk jubileum vieren ze zaterdag samen door een groots muziekgala te presenteren. Remke, voorzitter van muziekvereniging Juliana. Jullie vieren een feestje. Vertel eens. Ja, wij vieren morgen feest. Wij bestaan 80 jaar. Muziekvereniging Juliana uit Uddel is in 1933 opgericht. En de Apeldoornse Muziekfederatie, de AMF, is ook in 1933 opgericht. Dus samen bestaan we 80 jaar. En wij hebben besloten samen een muziekfestival en een muziekgala te organiseren. Morgen hier in Uddel, in de Schier. En om 9 uur beginnen wij met een rondgang door het dorp. En daarna gaat een festival van start. Festival wil zeggen dat er allerlei muziekverenigingen uit de omgeving optreden voor een jury. En daar ook een beoordeling voor krijgen, een commentaar. Dat duurt tot 's middags 5 uur. Dan zal de muziekvereniging Bernard uit Amersfoort, die zal een rondgang door Uddel houden. En daarna begint de muziekgala. Dat is meer een showachtig gebeuren. Dan zijn er verschillende verenigingen die in de sporthal een optreden verzorgen. Een muziekshow of van een majorettengroep die een dansvoorstelling geven. En dat wordt dan beëindigd met een grote finale. En wanneer eindigt dat ongeveer? Ja, qua tijd bedoel ik? Om 10:30, 11 uur 's avonds. Dus het is echt een complete dag vol met muziek. Bijna de klok rond, zou je zeggen. Ongeveer 25 harmonieorkesten zullen aan de rondgang en aan het gala meedoen.